1 juli 1863, de afschaffing van de slavernij in Suriname. Het is 158 jaar geleden dat dit gebeurde en er zijn allerlei activiteiten, maar er wordt ook veel geschreven over de afschaffing van de slavernij. Vandaag gaan we praten met dokter Leo Balai. Zelf ken ik hem van het slavenschip van Leusden. Maar hij is deze week uitgekomen met het boek Herengracht 502. Voordat we daartoe overgaan, meneer Balai, welkom bij ATV. Er is een discussie 1 juli 1863, of moeten we toch zeggen 1873. Wat is uw mening hierover? U begreep gelijk goed. Nou, kijk, ik ben voorstander van de geschiedenis op een juiste manier vertellen. Hè? 1 juli 1863 is de slavernij afgeschaft. Je had daarna nog een lange periode van staatstoezicht tot 1873. En dan kan je zeggen, ja, die slavernij werd eigenlijk in 1873 afgeschaft. Maar ik vind dat niet handig om zo met geschiedenis om te gaan. Wat je zou moeten doen is duidelijk maken van wat er nou in die periode van staatstoezicht is gebeurd, hoeveel of hoe weinig eigenlijk de mensen betaald kregen voor hun werk. Maar om te zeggen dat slavernij werd in 1873 afgeschaft, dan zet je mensen op het verkeerde been. Het was 1863, omdat je voor hetzelfde geld ook kunt zeggen 1975 werd de slavernij afgeschaft, want toen werd Suriname pas vrij. Dus je moet vind ik zorgvuldig met historische gegevens omgaan. En het verhaal over het staatstoezicht is heel erg belangrijk voor de Surinaamse samenleving ook. Maar dan moet je het wel op een goede manier vertellen en niet zeggen van ja, toen werd de slavernij afgeschaft. Want dat is niet juist. Oké, en om op 1 juli te blijven, er zijn initiatieven in Nederland om 1 juli tot een nationale vrije dag te maken. Wat is uw mening daarover? Ik ben daar zeer positief over. En ik weet dat, kijk, het voordeel van zoiets is dat je Nederland en de Nederlanders kennende, het zal, als het wordt geproclameerd gesuggereerd of het voorstel wordt gedaan, dan zijn we nog jaren bezig voordat het echt een vrije dag wordt. Want dan gaat men er jaren over discussiëren met elkaar. Waarom wel, waarom niet, waarom is het belangrijk, waarom is het niet belangrijk. Maar het grote voordeel daarvan is dat je mensen ook duidelijk kunt maken waarom voor een deel van de bevolking, het zwarte, met name zwarte mensen in Nederland, 1 juli zo een belangrijke dag is. En dat het ook onderdeel is van die Nederlandse geschiedenis. Ook al doet men alsof het iets ver van Nederland af is. Terwijl het een deel van de geschiedenis van ook dit land is. Dus ja. En ja, gaat u gang? Dus ja, doen, wou ik zeggen. Oké. En de burgemeester van Amsterdam, dat is mevrouw Femke Halsema. Wordt gezegd dat er op 1 juli excuses komen. Zouden de excuses van haar moeten komen of zouden de excuses moeten komen van koning Willem-Alexander? Nou, ik zei in een ander verband dat het van beide personen moet komen. Het is heel goed dat mevrouw Halsema, men zegt dat ze dat aanstaande donderdag zal doen, excuses aanbieden. Maar de familie Oranje heeft ook bijgedragen aan de slavenhandel, was er ook bij betrokken, heeft er ook aan verdiend. Dus het zou goed zijn als de koning samen met de burgemeester van Amsterdam excuses zou willen maken. En voor Amsterdam is het duidelijk, hè? Amsterdam is tot 1795 mede-eigenaar van Suriname geweest. Dat is één, dus sowieso zou Amsterdam dat moeten doen. En de familie Oranje, dus de Nederlandse koning, die heeft ook een hele lange familiegeschiedenis met slavernij en slavenhandel. Dus het zou ook goed zijn als vanuit die verantwoordelijkheid
ook samen met mevrouw Halsema als excuses worden aangeboden. Dat zou heel goed zijn. En als we excuses krijgen, wat zal dat doen voor ons? Wat dan? Nou, dan krijg je een nieuwe fase. Hè? De fase van, oké, u heeft nu excuses aangeboden, maar hoe gaan we nu met elkaar verder? Bent u van plan als staat om de mensen tegemoet te komen in financiële zin, in het bestrijden van discriminatie, want zwarte mensen in Nederland worden erg gediscrimineerd. Werkgelegenheid en dat soort zaken. Dus er ligt dan een weg open als men eenmaal erkent van het was fout wat er gebeurd is, dus excuses van de Nederlandse overheid, dan kunnen we volgende stappen maken en met elkaar bespreken van hoe ga je nou die excuses omzetten in niet alleen woorden, maar dat je daar ook daden aan verbindt als overheid. Oké, dan gaan we naar de aanleiding van dit gesprek, om in Amsterdam te blijven. U heeft onderzoek gedaan en het boek gepubliceerd, Herengracht 502. Dat is nu de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester. Ja. Wat heeft u geïnspireerd om de geschiedenis van dit pand te gaan schrijven? Nou, het is een idee dat ik al jaren had, omdat er voor het pand van de burgemeester is een plaquette, een gedenksteen. En daarop staat dat de bouwer van dat pand, zekere Paulus Gauguin, dat een slavenhandelaar was. En ik weet ook dat het pand in 1927 pas de ambtswoning van de burgemeester werd. En het is in 1672 gebouwd. Dus wat ik graag wil weten is wie Paulus Gauguin was, de eerste bouwer, de slavenhandelaar. En wie de andere mensen waren die in die tussentijd in het pand hebben gewoond. En als je daarmee begint, dan ben je 2,5 jaar bezig. Omdat het enerzijds heel erg interessant is om erachter te komen wie er gewoond hebben. En het leidt ook tot meer inzicht in hoe er in het verleden, en het is eigenlijk niet alleen het verleden, ook tegenwoordig nog, mensen alles doen om aan geld te komen. En dat doen ze desnoods door mensen te verkopen, te kopen en te verkopen. Dat geldt voor de transatlantische slavenhandel, maar ook mensen uit te buiten en ook uit te moorden. Dat geldt dan voor India of Indonesië, maar ook in India heeft men slaven gehaald voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ja. Dus dat maakt het verhaal van de bewoners interessant, omdat je daarmee een deel van de geschiedenis kunt vertellen. En kunt laten zien dat je kan voorbij zo'n pand lopen en denken van nou, het is mooi of het is niet mooi. Maar een pand heeft ook een geschiedenis. En je kan een pand iets laten vertellen door middel van de mensen die er gewoond hebben. En dat vond ik leuk om te doen. En wat is toch wel het meest opmerkelijke of het interessantste detail dat u te weten bent gekomen over het pand, niet alleen en de mensen die erin woonden, maar ook waarom het is op een gegeven moment is geschonken aan de stad Amsterdam voor de burgemeesters om in te wonen? Wat is het meest opmerkelijke in uw boek? Wat de schenking van het pand betreft, dat is een hele merkwaardige geschiedenis. U moet zich voorstellen, het pand, de laatste bewoner van het pand was zeker meneer Van Aalst. Hij was president-directeur van de Nederlandse Handelmaatschappij. Dat is tegenwoordig de ABN, Algemene Bank Nederland. Hmm. En ze waren heel actief in Indonesië. En die meneer Van Aalst, die had het pand gekocht van zijn voorganger, zeker meneer Kramer. En die had daar 100.000 gulden toen voor betaald. Maar het gekke is dat Van Aalst, die schonk het pand aan de gemeente Amsterdam speciaal om als burgemeesterswoning te dienen. En dat deed hij gewoon op een A4'tje met de hand geschreven.
Ik ga verhuizen uit Amsterdam en wil graag dit pand aan de gemeente Amsterdam als burgemeesterswoning schenken, schreef hij aan de toenmalige burgemeester. Ik vond dat zo merkwaardig. Ja. En het lastige is dat het zo lang geleden is, dus je komt er ook niet achter wat nou precies de reden was en of er gesjoemeld is en of er Aha. sprake was van corruptie. Dat zou dan Ja. een ander boek moeten opleveren, Ja. nader onderzoek. Want het is heel, heel merkwaardig hoe het gegaan is. Oké, en ik vraag me dan toch af, wat is de relatie van dit boek met de geschiedenis van Suriname? Hoe heeft het verhaal betrekking op de Surinaamse geschiedenis als het gaat om de slavernij? Nou, die hele meneer Godin en zijn opvolgers. Want ik beschrijf in mijn boek ook hoe Godin dan in slaven handelde. Hij sloot contracten met Spanjaarden. Ik geef een voorbeeld in het boek van één contract, waarbij hij met de Spanjaarden afspreekt om in 6 jaar tijd 18.000 Afrikanen te leveren aan de Spanjaarden. En die mensen moesten worden afgeleverd op Curaçao. Elk jaar 3.000. Je moet zich voorstellen, als je dat zo leest, dan betekent dat op het moment, het is 1687, het betekent op dat moment dat er een vonnis wordt uitgesproken over 18.000 Afrikaanse mensen, die het op dat Ja. moment nog niet weten, want ze moeten eerst geroofd en veroverd, et cetera worden. Maar dat ze, dat contract betekent dat Nederland of de West-Indische Compagnie dan de komende 6 jaar dus voor zou moeten zorgen om elk jaar 3.000 Afrikaanse mensen op Curaçao af te leveren. En als je dat leest dan, en je laat het goed tot je doordringen, dan is dat een verschrikkelijk contract natuurlijk. En op die Absoluut. manier zie je ook de relatie met de slavernij in Suriname, want vaak werden mensen vanuit Curaçao ook naar Ja. Suriname verscheept. Niet alleen rechtstreeks naar Suriname, maar ook via Curaçao. En dat geeft toch een wrang en bitter gevoel als je dat zo leest. Maar als je geschiedenis schrijft, vind ik, moet je ook je emotie in bedwang houden, omdat je anders niet meer kunt werken. Ja, dat is zo. Maar volgens mij komt er ook een stukje omtrent de West-Indische Compagnie voor in het boek, klopt dat? Of Ja, die VOC. West-Indische Compagnie die speelt een belangrijke rol, want die meneer Godin, die eerste meneer die dat pand heeft gebouwd, die was bewindhebber, bestuurder van de West-Indische Compagnie. Maar Aha. ik maak ook een uitstapje naar iemand als meneer Crommelin, die was gouverneur in Gouverneur, Suriname. ja. Ja, en die was de eerste eigenaar van de plantage Rust en Werk. En ik heb geprobeerd in het boek om via de geschiedenis van die plantage Rust en Werk aan te geven hoe mensen in die slavenperiode leefden. Dus ik heb ook een lijst opgenomen met mensen die met naam en toenaam en geslacht van mensen die in een bepaalde periode op Rust en Werk in slavernij leefden en werkten. Omdat je dan het beeld ook duidelijker maakt, hè? Omdat mensen vaak niet zo goed beseffen wat die slavernij eigenlijk inhield. Dat het ook om mensen ging. Men gaf die mensen ook de gekste namen van hallo en weet je, van die vreemde namen, wat hun Ja. gewoon, of jullie, of overmorgen, of dat soort namen. En daaruit blijkt ook het gebrek aan, totaal gebrek aan respect voor die mensen in slavernij. En dat vond ik een belangrijk gegeven om dat ook uit te werken aan de hand van één plantage, in dit geval Rust en Werk, omdat Rust en Werk nog steeds in een andere vorm uiteraard nog steeds bestaat en het mensen ook aanspreekt, denk ik, hoop ik. Ja. Sowieso. Ik heb nu zo ontzettend veel interesse om het boek te lezen, als ik u er zo over hoor vertellen. U schrijft ontzettend veel over de transatlantische slavenhandel.
Is er nog braak, is het nog braakterrein? Wat zijn de onderwerpen die in dit geval nog onderzocht moeten worden omtrent dit onderwerp? Er is heel veel nog te doen, omdat, kijk, we hebben het net gehad over, moet je het nou hebben over 1863 of 1873? Ja. Het thema staatstoezicht is natuurlijk heel erg belangrijk. En als je terug leest, en dat is ook een onderwerp waar aandacht aan besteed zou moeten worden, dan zie je dat in het Nederlandse parlement op een gegeven moment de discussie begon over afschaffing van de slavernij in Suriname. Mm-hmm. Maar dat was niet het gevolg van dat je moet eerst je iPhone ontgrendelen. Welke? Ik was even uit... Het geluid was even weg, hè? Nee, we horen u gewoon. Oké. Dus... Ja. Als je dan de geschiedenis nagaat, dan lees je ook dat in het Nederlandse parlement, men was nooit zo geïnteresseerd in de afschaffing van de slavernij. Dat wilden de handelaren niet, de plantage-eigenaren niet. Maar op het moment dat de Engelsen de slavernij afschaften in 1834 en de Fransen in 1848, dan zie je dat de twee buurlanden van Suriname, dat daar dus de mensen vrij waren. Met het gevolg dat vanuit Suriname er vluchtpogingen werden gedaan om naar een van beide buurlanden te gaan. Maar wat de geschiedenis ook zo wrang maakt, is dat in het Nederlandse parlement op een gegeven moment werd gezegd van oké, de afschaffing van de slavernij, daar moeten we het aan geloven. Maar laat dan die slaven zelf voor hun vrijmaking betalen. Dus laat ze de komende jaren die vrijlating afbetalen, dus werken zonder betaling, zonder loon. Ja. En dan zijn we akkoord. Maar dat is op die manier niet doorgegaan, omdat Nederland ook een kolonie had in Indonesië. En daar is op een gegeven moment geld vandaan gekomen, men maakte veel winst. En met die winst heeft men toen gezegd van oké, dan gaan we de afschaffing van de slavernij anders organiseren. Dan hoeven de ex-slaven niet gratis te werken meer op die plantages. Maar dan betalen wij de eigenaars een vergoeding, de plantage-eigenaars. En dan kunnen de vrijgemaakten tegen een bepaald loon op die plantages blijven werken. Dat was wat we in het begin zeiden, hè, over het staatstoezicht, ja, en de verplichting om nog 10 jaar te blijven werken. Veel mensen deden dat niet, hoor. De rust en werk is daar ook een goed voorbeeld van. Okay. Dat mensen halverwege dachten, jullie bekijken het maar, ik ga weg. Ja. En, dus dat zijn thema's die nog steeds heel goed moeten worden beschreven, uitgezocht en voor de geschiedenis en de vorming van mensen over het weten wat je eigen geschiedenis is, is het belangrijk. Ook de geschiedenis van plantages. Ik las vol belangstelling en afschrijven over bijvoorbeeld wat er in de tijd een enorme moordpartij is geweest op de plantage Sinabo. En dat zijn gebeurtenissen die voor de geschiedschrijving van Suriname ook heel erg belangrijk zijn. Er is nog heel veel te doen. Er is veel materiaal, er zijn veel... Ja. De archieven zijn inmiddels ontsloten, dus ja. Ik denk dat jonge mensen, studenten en mensen die belangstelling hebben voor geschiedenis, er ligt een enorm terrein om onderzoek te doen. Maar dan moet je tijd in investeren en dat is het een beetje het probleem. Het kost veel tijd. Je moet geduld hebben, je moet ook zitvlees hebben. En dan komt het wel iedereen ten goede, denk ik. Ja, ik hoor het u inderdaad zeggen, genoeg werk voor ook Surinaamse historici om aan de slag te gaan. Meneer Balai, ik wil besluiten met, wat wordt uw volgend boek? Mijn volgende boek wordt een boek over weer een slavenschip, de Bekenstein. Okay. En de Bekenstein heeft 7 slaventochten naar Suriname gemaakt. En iemand vond in het archief in Amsterdam, en dat vond ik heel
heel spannend. Die vond een tekening van dat schip. Dus daar wil ik een verhaal over maken. En ik ben bezig met een onderzoek naar één bepaalde plantage. Dat is voor mij op dit moment het meest belangrijke. Dus het schip is interessant. Maar die plantage waar ik mee bezig ben en waar ik de naam niet van zal noemen, omdat ik nog bezig ben, dat is volgens mij, wordt dat mijn beste boek. We kijken er naar uit. Dank u wel, dokter Leo Balai, voor dit zeer interessant gesprek in verband met 1 juli. En was Ja. sweet man's passie. You too. Yunnan familie. Grand Tangi. Abu. Dat was het gesprek dat Abu. we hadden met dokter Ja. Leo Balai vanuit Amsterdam, denk ik. Ja. Het boek heet De Herengracht 502 en het gaat dus over de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester. Bedankt voor dit moment en ook aan u, En was Wietmans passie. de subtitel is slavenhandel, geweld en hebzucht. Oh, de bijtitel, daar heeft u het over. Kunt u het herhalen? Nog een keer? Slavenhandel, geweld en hebzucht. Want dat Dat hoort natori. erbij, bij Herengracht Ja. 502. Dank u wel. Tot ziens.